Maar je wordt ook Hanna May genoemd. Ja, klopt. Dat heb ik eigenlijk als nieuwe artiestennaam aangenomen. Want ik vond Hanna Schoonbeek niet echt een goede, catchy artiestennaam. Dus het is dus Hanna May. Ja. Want je wil denk ik ook daar mee over ja, daar wil ik mee aangesproken worden. Ah, daar is over nagedacht. Heel goed. Ja, want als je aangekondigd wordt op een podium, dan is dat dus Hanna May. Ja, klopt. Oké. Okay. Want inderdaad, Hanna Schoonbeek. Ja. Hanna... Hanna is niet echt... internationaal. Ja. Ja, precies. Maar dus die ambities zijn er al. Ja, nou ja, als het kan zou ik heel graag naar Nashville willen natuurlijk. Naar Nashville, ja. Ja. Tuurlijk, ja. Als je het over iets lang hebt. Ja. Maar jij hebt je opgegeven, toch? Voor Art Rocks? Ja, klopt. Art Rocks. Ja, vertel. Kun je uitleggen wat het is? Wat is ja. Art Rocks? Want wij zijn wij echt het, bij... Ik heb het ook gegoogeld, hè? Ik snap helemaal niks van die website. Dus... Ja, het? De website is een beetje ingewikkeld. Ja, oh, gelukkig. Maar het ligt niet aan jullie. Oké. Okay. Maar het is een wedstrijd, landelijke wedstrijd, waar artiesten dan een schilderij kunnen uitkiezen waar ze een liedje bij willen schrijven. En de winnaar daarvan, die heeft in Paradiso gestaan dan en wint 1000 euro en een videoclip en... Oh, dat is dus, echt gek. En vooral, ik zou heel graag in Paradiso willen staan. Ja. Alle finalisten, die kunnen daar staan. Dus, dat is een hele grote prijs. Ja. En jij hebt je dus aangemeld voor deze wedstrijd. Klopt. En iedereen die zich aanmeldde, werd dan automatisch een kandidaat? Of? Ja, iedereen kan zich aanmelden online. En dan volgt er een selectieronde met publiekstemmen. En elk museum kiest... Een kandidaat uit. Ja. En een jury kiest nog heel veel uit. 42 geloof ik. Mm-hmm. En in totaal gaan er dan 56 mensen door naar de halve finale. Zo. En dan zijn er een stuk of 7 per museum die dan optreden. Mm-hmm. Dan gaan er van elk museum gaat er eentje door naar de finale. Plus een publieksfavoriet. Dus staan er uiteindelijk 8 mensen in de finale. Nou, en daar hoop ik dus bij te zien. Ja, nou gelukkig weet jij het wel allemaal te vertellen. Wat goed, ja. Ja, ik heb het goed nagelezen. Ja, want waar zit jij nu in de competitie? Ja, welke fase zitten we? Nou, ik sta op het moment 2e met publiekstemmen. Zo, ja. Hallo. Dus ik wil graag eerste worden, dus stemmen. Hoe stemmen we? Via mijn Facebookpagina staat de link op en op mijn Instagram... Of gewoon via artrocks.nl. Mm-hmm. En dan ga je naar de inzendingen en dan zoek je de mijne op. Ze moeten naar jouw Facebook. Dat is veel makkelijker. Gewoon Hanna May op Facebook stemmen. Ja. Ja, eigenlijk wel. Je linkje en die heb je gewoon bovenaan ook vastgezet. Dus iedereen die nu naar je Facebook gaat, kan er gelijk op en stemmen. Ja. Want jij zegt, je hebt een liedje dan gemaakt over een schilderij. Maar wat voor schilderij heb je dan gekozen? Korenveld met Maier en Zon van Vincent van Gogh. Ja... Zeg dat nog eens, Korenveld. Vincent van Gogh. Ja. Ja. Maar, ja, ik weet dat niet precies. Ik heb er niet direct een beeld bij. Maar hoe ziet dat schilderij er ongeveer een beetje uit? En waarom dat schilderij? Nou, eigenlijk de kleuren spraken me heel erg aan. Want het is een beetje goud, geelachtig. En je ziet een beetje een zon ondergaan bij een korenveld. Ja. En er is iemand aan het maaien. En Vincent van Gogh heeft er eigenlijk over gezegd van... De mens is net zoals... Koren, we bloeien echt heel mooi op totdat we ineens overlijden of neergemaaid worden. Uh-huh. Dus dat vond ik wel een mooie gedachte. En hij zei, het is helemaal niet zo heel erg, want het gebeurt iedereen. Iedereen overlijdt een keer. Uh-huh. En dan kan het net zo goed in een mooie situatie gebeuren. Zoals dan met zo'n mooie ondergaande zon. En, dat zeg je dat ook mooi. Ik kan me inderdaad ineens heel goed voorstellen dat je dan ook gelijk... heel creatief in je eigen hoofd wordt om dan te gaan schrijven. Ja. En hoe ging dat dan? Dus je dacht, schrijven. Ging dat snel en had je gelijk heel veel inspiratie? Nou, eigenlijk weet ik nooit meer zo heel goed. Als ik een liedje heb geschreven, denk ik... Oh, ik heb een liedje geschreven. Maar dan herinner ik me nooit zo goed hoe dat is gegaan. Oké. Dat kwam helemaal zelf geschreven. Ja, ik heb hem zelf geschreven. Inderdaad, ja. Ik vind dat heel knap. Want het liedje heet All Life Goes On. Ja. En hoe lang heb je er dan over gedaan? Een liedje in elkaar te gooien? Ik denk over dit liedje een uur of zo. Jeetje, echt waar? Ja. Wat knap. Sommige mensen, wij kijken bijvoorbeeld allebei House of Talent. Dat vinden wij leuk. Dat doen mensen 6 weken. Ja, doe 6 weken over een liedje. En dan klinkt het nog net als nog een cover van iemand anders. Ja, dat klopt. Ja. Maar heb je dan, als je een liedje schrijft, heb je meteen een riedeltje of een melodie in je hoofd? Ja, dat is het gewoon. Als ik dan zeg maar, dan heb ik een stukje met akkoorden en dan...
heb ik daar gelijk, hoor ik daar in mijn hoofd iets bij of zo. En dan denk ik, oh, deze tekst past er dan wel bij. En dan gaat het gewoon gelijk. In één keer heb ik zo'n heel schema met tekst en de koorden klaar. En dan denk ik, oh. En dan is hij klaar. En dan zeg je, oké, mooi, volgende. Ja, eigenlijk wel. Want hoe zijn de reacties erop? Want je gaat hem straks hier bij ons doen. Ja. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ik heb heel veel goede reacties gehad. En heel veel mensen hebben al gezegd dat ze het mooi vonden. Heel veel mensen hebben al gestemd. Ja, dat is belangrijk. Naar je Facebook om te stemmen. Want je moet natuurlijk zorgen dat je in die finale komt. Als je wint, dan win je €1000. Natuurlijk eeuwige roem en een mooie prijs. Maar wat zou je... €1000 is dan niet heel veel. Nog, maar wat zou... Paradiso, dat is wel recht gruwelijk. Ja, daar gaat het maar. Ja, maar dat snap ik wel. Ik wil heel graag in Paradiso staan. Wat hoop je dat het je daarna nog brengt? Want je bent al zo lekker bezig de laatste paar jaar. Waar hoop je dan dat dit je weer heen brengt? Toch weer een stukje meer bekendheid. Dat ook mensen uit bijvoorbeeld Den Haag, dan, want het is natuurlijk landelijk traject. Mm-hmm. Dat mensen uit Den Haag of Amsterdam dan misschien wel mijn liedje horen en denk van, oh, leuk. Ja. Want het lijkt me nog steeds, wij hadden het net al even over House of Talent. Het is natuurlijk nog steeds heel moeilijk om echt die muziekwereld in te komen en daar echt je job van te maken. Ja, dat was het. Ja, klopt. Dat is heel lastig. Maar... ik blijf gewoon doorgaan zoals ik nu ga. En heb je al nummers van andere kandidaten gehoord? Ja, ik heb natuurlijk wel even de concurrentie geluisterd. Ja. Ben je daarvan onder de indruk? Ik vond sommige liedjes vond ik echt heel mooi. Dus, zijn er ook een paar die in hetzelfde genre zitten? Of? Het is echt heel divers. Heel divers. Er zijn rocknummers. Er is ook een genre experimenteel. Experimenteel? Ja. Er komt het riool voorbij. Een beetje zweverige muziek, zeg maar. Oh. Ja. En country en singer-songwriter, klassiek, echt alles. Rap. God, dus, alles. Ja, alles. It's not for us. We rise and bleed under the sun. In these golden fields, we worked so hard. And that's okay, 'cause it's our guard. We bloom until we die. He's one said, I see only light. Chant d'or, je t'adore. C'est la vie, all life goes on. C'est la vie, all life. Small, and before it's summer, we start to crawl. Then in August, we think we know it all. And in the winter, we start to fall. We bloom until we die. He's one said, I see only light. Chant d'or, je t'adore. C'est la vie, all life goes on. It goes on. C'est la vie, all life.
Oh, wat heerlijk. Wat een mooi liedje om echt naar te luisteren en naar te kijken. En laten we hopen dat je in die finale terecht gaat komen. Dus nog één keer allemaal naar de Facebookpagina van jou. Facebook.com/... En dan gewoon... HannaMayMusicNL. HannaMayMusicNL. Ja. Ga daar naartoe. Wij gaan hem nog voor je delen. En dan zien we je snel weer. Yes. Top, dankjewel.